Het is de volgende dag. Het is 27 juni. We gaan even een ontbijtje nemen. We zijn echt kapot. Echt kapot. Ik zal mijn hoofd niet filmen door de schade. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En Eva en ik zijn nog steeds in Albevera. Ik heb geen idee of dit een nieuwe video is. Of dat dit nog aan de vlog van gisteren of eergisteren zit. Geen idee wat ik ermee ga doen. Als je wel heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. Het is nog best wel vroeg. We zijn gisteren uit geweest. Het was echt super leuk. En we hebben net al lekker even wat gegeten. En we gaan nu even naar het strand toe. Die vrouw van het appartement kwam daar net. En die douche van ons is zo raar. Als je gaat douchen, dan ligt er opeens overal water. Dus het lag helemaal vol. Maar echt helemaal. En toen ging ze echt een soort van doen alsof wij dat hadden gedaan. Even ligt nog steeds overal water. Dus ik weet niet wat ze heeft gedaan. En terugkomen dan. Nou ja, wij gaan nu even lekker naar het strand. Eve en ik lopen naar het strand. Mijn haar ziet er echt niet uit. Ik heb het een beetje verkeerd laten opdrogen. En ja, we gaan denk ik even op het strand slapen. Want ik ben echt kapot moe. Eve ook. Ja. We hebben de hele tijd bij het strand gelegen. We waren net echt lekker in slaap gevallen. Echt super chill. Maar we gaan nu even lekker wat eten. Want we hadden echt heel erg trek. Het is namelijk al zo, het is 3:15, hè. En we wilden om 2:00 gaan eten. En ja, we gaan even lekker wat dingen delen. Zodat we wat meerdere dingen hebben. Echt super lekker. En ja, het is vandaag wel bewolkt, maar heel warm. Maar gelukkig staat er wel wind, dus dat is wel echt heel erg chill. En we gaan straks nog even een paar foto's maken. En we zitten hier zo. We lagen net daar op het strand. Het is wel wat anders dan gisteren, want daar, toen zaten we daar zo. Alleen dit is eigenlijk ook gewoon prima. Oké, Eve en ik gaan dit lekker delen. Ik heb hier zoveel zin in. Oké, we hebben net echt heel erg lekker gegeten. Alleen, we zaten er best wel lang. Dus we gaan nu weer lekker op het strand liggen. Want ja, we hebben niet meer zo super lang. Want we blijven niet heel erg lang hier. Want Eva heeft ook nog andere dingen te doen. En ik ook. Maar het was echt top gewoon. En zo meteen gaan we nog even lekker wat foto's maken. En dan gaan we vanavond pizza eten. Waar ik nu echt geen zin meer in heb. Omdat we al pizza hebben gegeten. Maar we kijken wel even. Je kan ook nog andere dingen erbij maken. Oké, Eva en ik zijn weer terug op de kamer. We gaan zo meteen even lekker meloen eten. En dan nog even daar liggen. Want we waren er echt heel helemaal klaar mee. Het was zo warm, echt niet te doen. Ik ben mijn zonnebril kwijt. Dus ik heb echt geen idee waar die is. Ik heb alleen nog deze. Maar die ga ik nu even zoeken. Meloentje eten met view. Ik kan echt niet. Thirsty girl. Nou, ik heb weer heerlijk gekookt. Oh nee, grapje. Het is pizza. En oh, we hebben weer zonsondergang. Waar is mijn telefoon eigenlijk? En we hebben er ook maar wat friet in gedaan. We hebben eigenlijk echt geen trek. Maar ja, om niks te gaan eten heeft ook niet echt heel veel nut. Hoe laat is het eigenlijk even? Volgens mij is het ook nog best wel laat ook. Even kijken. Oh ja, het is 9:15. Oké. Eve en ik hebben ons weer klaargemaakt. Er zit weer genoeg make-up op ons hoofd. En die bak van dat ijs staat nog beneden. Beneden, buiten bedoel ik. Die pak ik even, ja, want die cola is anders een beetje koud. En ik doe anders wel jus d'orange met gemixt. Oké, we gaan zo meteen gaan we er lekker uit. En we hebben ons nu dus helemaal... Ik ken. Ook mijn staat ook gewoon bij. Oh. We hebben nog heel veel cola, schat. Ja, 1,5 liter of zo, tot nog? 2. Ik ga het beter die cola afdrinken. Ja, is goed. Ik vind het prima, maar ik dacht dat die bijna op was. Ja, ja, ik weet niet. En ja, dit is eigenlijk echt een beetje al de laatste avond dat we echt uit kunnen gaan. Want morgen in de nacht gaan we weg. We weten niet hoe laat we worden opgehaald, dat horen we morgen pas. En we morgen willen we eigenlijk nog even naar de shopping mall, of hoe dat ook heet, winkelcentrum. Dus ja, eigenlijk dat. Ik heb geen idee of dit een nieuwe video is.
Wat ik elke dag al zeg. Want ik heb nog geen idee wat ik met de vlogs ga doen. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje. Eva en ik zijn in Albufeira. En dit is onze laatste dag. Morgen gaan wij weer weg. En ja, we zijn gisteren uit geweest. En het was echt heel erg leuk. Het was alleen echt zo erg laat. Dus ik heb betere tijden gehad dat ik er beter uitzag. Maar we zijn even lekker wat yoghurt aan het eten en zo. En we willen eigenlijk... Gaan we vandaag nog naar de shopping mall? Maar ik vind dat we hebben eigenlijk echt graag. Ik ga ook. Ik ga ook. Je hoeft niet alleen. Ja. Oh, die bikini is echt leuk hoor. Dank je. Ja. We gaan nu eerst even wat broodjes opwarmen. En dan waarschijnlijk naar het strand toe. Nog geen idee eigenlijk. Oké, wij lopen weer richting het strand. Zoals elke dag. En ja, we zijn echt kapot moe. Maar we gaan zo meteen naar het winkelcentrum. Wat heel erg leuk is. Zodat we ook nog iets anders doen dan alleen op het strand liggen en uitgaan. En ja. Dan hebben we nog het gevoel dat we iets ondernomen deze vakantie. Oh ja, en jongens, als je naar Albufeira gaat, gebruik Uber. Het is echt, echt een hele goede tip. Ja, want taxi is zoveel duurder. Want vorig jaar heb ik alleen taxi. Ja. Vorig jaar heb ik alleen taxi gebruikt. En we waren echt elke. Ja, kijk, het was niet duur. Maar je bent al veel meer geld kwijt. Wij kunnen gewoon voor 3 euro kunnen we soms in de Uber ergens naartoe. En stel je bent met meerdere mensen. Dan kan je het gewoon splitten. En dan ben je gewoon 1 euro per persoon kwijt. Het is echt niet duur, inderdaad. Je kan met z'n 4 in een Uber. Je kan heel makkelijk gewoon een adres intypen. En dan kan je gewoon accepteren. Je moet echt. Zijn max nu 25 euro of zo per persoon. Met de Uber kwijt. Het lijkt veel, maar het is echt niet veel. Want nee. Het zijn echt gewoon. Hallo, voor een taxi ben je misschien al 12 euro. Ja. Dan denk ik al 1000 keer op en neer. Ja, en het is ook, het is gewoon veilig en mensen zijn super aardig. Het enige wat een nadeel is, is dat je met creditcard moet betalen. Maar dan moet je even aan je ouders vragen. Even zijn terug van het strand. Want we gaan zo meteen even shoppen. En we gaan nu lekker een broodje eten. Alleen ik had echt heel erg pijn in mijn ogen, want ik had allemaal zonnebrand in mijn ogen laten gaan. En ja, dit is ons uitzicht. Eve en ik zitten weer in de Uber. En 500ste keer. We zijn onderweg naar het shoppingcenter. We hebben net wat foto's gemaakt in het water. Dus mijn haar krult een beetje. Nou ja, het ziet er eigenlijk gewoon intens lelijk uit. En onze Uber-chauffeur is echt heel lief. Echt een hele lieve man. Heel aardig. Hij zegt ook heel veel. Spontaan, vrolijk. Zo is het niet anders. Precies, nee, dat weet je. Oké, en sorry, het schrikken. Ik zag de schrik in je ogen. Ik heb een zonnebril op, hoe kan je dat nou weer zien? Ja, ik zag het wel. Oké, dus we gaan nu even winkels kijken. Fijn, Eva. Eva heeft me overtuigd, want ik wilde eigenlijk niet. Ik wil geen geld uitgeven. Je hebt 200 euro borg teruggekregen. Ja, borg, ja. Het is niet de bedoeling dat ik uitgeef. Echt heel zielig. Ik moest dus 200 euro borg betalen en Eva betaalde geen geld mee. Je bent zo zielig. Ze had gisteren ook gewoon een hele fles met drank over de tafel heen laten vallen. Dat is niet waar, dit is niet waar. Ze had de wc-rol over de grond heen gegooid. Het mooie is dat jij net dit is allemaal heeft gedaan. En wat ze dus en ik al het ze laat mij de hele tijd, ik moet de hele tijd mijn telefoon en haar tasje en zo moet ik de hele tijd bij me houden. Dat. En de sleutels en zo. Elke keer met uitgaan hoeft zij geen tasje om, maar dan moet ik elke keer een tasje om. Dit is dus echt onzin. En net is het niet geweest. Hey Eva en ik zijn bij het shoppingcenter. We hebben geen idee wat er allemaal is. Het ziet er alleen niet echt vandaan op. Nee, grapje. Ja, zal ik even je outfit filmen? Waar is je shirt van? Rock 21. En je broek? Poelenbeer. Okay, en onze Gucci lovers. Ja, onze Gucci schoenen. Nee, dit is al de schade jongens. Het kan echt niet. Nee, dit is een soort van... Deze is echt leuk. Oh my god, wij zijn zo gezond. Maar even serieus jongens, bij de Mac hier zo betaal je 4,80 euro. 4,80 euro voor een McChicken menu. Oké. Okay. Eve en ik hebben lekker geshopt. Alleen het is al echt... Hoe laat is het eigenlijk, Eve? 7:45 of zo al, hè? Ja, dus we moeten echt een beetje gaan opschieten, want anders heeft het echt geen nut meer. Dit is onze laatste avond en waarschijnlijk gaan we dus een nachtje doorhalen. Want we moeten dus om 4:30 of zo worden we opgehaald met de transfer. En ik wil nog heel graag douchen en me klaarmaken en dat soort dingetjes. Maar het, als je in Albufeira bent, dit is Algarve Shopping, volgens mij. Het is wel leuk. Je hebt wel gewoon de standaard winkels die je ook in Nederland hebt. Ik had wat extra dingetjes, maar dat waren nou niet echt de allerleukste winkels.
Maar bijvoorbeeld, ja, gewoon Poel en Beer, Bershka, Stradivarius, Sarah. En omdat het natuurlijk nu een beetje stil is, was het wel heel erg leuk. En ik heb 2 nieuwe dingetjes gekocht, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Oké, Eve en ik hebben ons helemaal klaargemaakt. En dit is onze laatste avond, want vannacht werd ik opgehaald met transfer. Echt super jammer. En Eve heeft net mijn koffer ingepakt. Love you. En ja, we gaan nu even ergens even drinken. En ik heb echt een hele rare outfit aan. Ik zou dit nooit snel aandoen, maar ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Laatste avond is lit. Kijk die schoenen, wat een fuck. Zie je wit onder wit? Ja. De regel, dat mag niet. Ik heb een andere schoen aan, deze stinkschoenen. Oké. Kijk, dit is de schade van ons huisje. Kijk hoe netjes opgeruimd, heel eerlijk. Wie? Door Eva. Oké, dit was de laatste video. En sorry dat ik echt helemaal niks meer heb gefilmd. Want het laatste wat jullie hebben gezien is dat we uitgingen. En daarna werden we opgehaald met de transfer. En toen vlogen we naar huis. Maar het was allemaal in de nacht. En we waren echt helemaal kapot. En ik had eigenlijk ook geen zin om de hele terugweg weer te filmen. Dus ik dacht van ja, laat maar zitten. Mijn camera lag ook ergens in mijn koffer. Dus ja, op die manier. Ik hoop wel dat jullie alle video's heel erg leuk vonden. Ik heb echt een super leuke vakantie gehad. En ja, ik hoop jullie heel snel weer bij een nieuwe video te zien. Als je het heel erg leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert. En dan zien jullie mij heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!